Palma de Mallorca, half december. Wielerploeg Lotto Soudal slaat hier zijn tenten op voor een eerste voorbereidende stage. Ik heb een afspraak met nieuwkomer Philippe Gilbert, maar ik ben niet de enige die hem wil spreken op deze drukke persdag. Voor de lange groepstraining maakt hij gelukkig toch nog even tijd om samen de omgeving al eens te gaan verkennen. Voorlopig nog in de Koenig Quickstep outfit, want rennerscontracten lopen nu eenmaal over een volledig kalenderjaar. Een dagje in het spoor van een wielerkampioen. Niet evident. Ja, ik hoop dat hij niet te goed geslapen heeft, want anders is hij nerveus. Nee, even top van. Ja, ik heb het al gehoord. Ze is aan het trainen. Gemotiveerd. Leuk voor de ploeg, denk ik. Zo. Meer dan de jaren dat hij dat deed. Ja, ja. En iedereen verwacht ook nog veel natuurlijk. Hè. Nou ja. Wat logisch is. Veel resultaten en veel in leadership. Ja, vooral de laatste, denk ik. Hè. Ja, niet vooral. De resultaten. Ook, ja, tuurlijk. Ja. En ik denk dat hij nog de potentieel voor de. Maar de resultaten. De resultaten. Voor de rest, ja. Ik heb met veel gewerkt, maar even. Ja, de eerste dagen en alles, dat was ongelooflijk. Ja? Hij trekt de ganse groep. De ganse groep, hè? Niet alleen naar de jongeren, niet alleen naar de leaders, maar ook de staf, iedereen. Hij is de enige die zo kan een echte patroon zijn. Dat is geld waard, hè? Huh? Dat is geld waard. Ja, maar dat is zo, ja, dat is zo. Ja. Niet alleen maar op visibiliteit en resultaat, maar voor die leaders. Is dat van Flip? Nee, dat is van Degenkolf. Ah, Degenkolf, ja. De vier leaders hebben. Is dat de kleur mogen? De leaders hebben hun kleur kunnen geven. Ik heb gehoord dat je de grote vorm al te pakken hebt. Ja? Ja, dat hoor ik allemaal vertellen. Klopt. Nee. Wacht even, mijn fiets, waar is mijn fiets? Dat staan daar. Wacht, ik heb hem zien staan. Hè. Ja, daar. Ja. Krijg je het er weg? Nee. 10 uur begint de training, denk ik, hè? Ja, voor 10 uur, hè. Ja. Het is een zware training vandaag, dacht ik, of niet? Nee. Nee, val mee. Nee, ik denk dat niet. Ik heb niet echt gezien, maar... Oké, langs daar, hè. Langs daar? Je bent al een beetje gewoon mee hier toe. Ja. Is het een beetje thuiskomen? Maar niet echt, hè. Dat is... 95% veranderd. Ja. Maar ik ben ook mijn weg aan het zoeken van Victinias. We komen weer op de goede baan hier. Hier rechtdoor of niet? Ik denk dat je daar aan Renal moet volgen. Ah ja, daar, ja. Voor rechts en Renal links, hè. Je komt zelf nu naar hier trainen. Dus. Nee. Oh, dat komt beter. Veel beter. Eigenlijk heb je geen trainingskap nodig. Nee. Ja. Oh, voor het spelen, hè. Ja. Ja. Dat is het enige moment van het jaar dat je een coureur ziet, waarschijnlijk, of niet een andere coureurs. Ik heb niet met iedereen getraind. Alleen gisteren zo de foto, de groepfoto. De rest is altijd een groep van, ik denk 9 mannen maximum. Anders je blijft in het wiel. En dan is het zoals... Dan mag ik de training doen. Ja, dat is zoals in de kamer blijven. Ah ja, dat zie je daar, dus we zijn goed. Ja. Ja, het is altijd goed. Geen te slapen trainen. Ah, spijtig genoeg niet. Wat doe? Zoveel te doen voor foto's. Maar ja. Vergaderingen. Alsof je Flip Gilbert bent natuurlijk. Nee, het is iedereen. Iedereen? Ik ben weer bij een avond gegaan. Rustig. Nog één? Eén. Eentje. Maar het is koud zo, hè. Het is koud. Ben je wel eens geweest de laatste tijd? Daar is pas koud. Ja? Ja.
Ja, hij heeft een keer gesneden, denk ik, hè? Ja, hij daar dan wel, denk ik. Dus die kant is vlak en achter ons zijn de bergen, zie je? Dat is voor later vandaag in de bergen. Ja, ja, straks. Want om vlak te rijden is niks, hè? Maar vlak te rijden? Oh. Dat doe je niet graag, vlak te rijden? Nee, nee, nee. Nee, nee. Maar wat is jouw grootste motivatie om hier nog 3 jaar door te gaan? Wow. Mijn best te doen en nog. Ik neem ook zoveel plezier op de fiets, dus. Maar dat zie je ook bij jou, hè? Ja, ja, ja. Je geniet er echt van, hè? Ja. Heb je ergens bij stilgestaan dat je ooit moet stoppen met koersen, hè, toch? Nee, 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 nee. Je denkt daar niet aan, hè? Nee. Je wil er niet aan denken. Maar ik denk als je. Als je werkt voor iets en je denkt aan iets anders, je bent verkeerd, nee? Ja, dat klopt wel. Want je bent ook een soort andere coureur geworden, niet de laatste 10 jaar. Had je 10 jaar geleden de Ronde van Vlaanderen kunnen winnen? Maar dat was ook niet mijn hoofddoel, hè? Nee. Mijn doel was gewoon 3 weken later, hè? Ja. En wat is het speciaalste? Als Waal de Waalse klassiekers winnen? Ja, ja, sowieso, hè? Ja, ja, toch wel, ja? Ja, thuis winnen. Is dat thuis nog altijd? Ja, wat is. Daar ben ik begonnen, hè? Ja. Dus, In Hawaii begot? Remouchon. Remouchon. Kleine dorp. Bella Vista. Oh, dat is echt genoeg. Bella Vista. Kan dat wel mooi zijn. Dat loopt misschien dood aan de zee. Ja, dat zou kunnen. Maar de zee is daar. Achter de bomen daar, denk ik. Dan kunnen we wel wat koffie drinken. Zeg, er komt iemand van Remouchon erbij om te gaan fietsen. Ah. Omdat bij ons was niet zoveel koersen, hè. Nee. De jeugd. Ik was altijd graag in de Vlaamse Ardennen ook. Mm-hmm. Parcours zijn ook lastig. Ja. En het niveau was hoger. Dus. Ik heb gelezen, je hebt eigenlijk op de Laredoet de koers leren kennen. Wow. Ik was niet zo vaak op Laredoet, omdat dat was ook wel direct naar mijn vertrek, start en training of op het einde. Ja. En ik deed dat niet zoveel. Maar er is ook zoveel andere klimmen niet bekend. In Wallonië? Ja, ja, ja. En moeilijker dan Laredoet. Daar heb ik wel achter gekweekt. Ja, of soms kapot gereden daar. Ja. Soms, ik probeer zoveel mogelijk klim te doen op een dag. Dat was niet normaal, maar. Dat is ook wel raar. Ja, 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 ja. Heb je daar in Monaco ook zo'n trainingsparcours? Ja, of is dat toch anders? Nou, het weer is daar beter natuurlijk. Ja, maar ik heb ook lastige trainen. Super lastig. Maar de klimmen zijn langer, hè. Ben je van plan om na je carrière ook te blijven of ga je toch terug richting... Ja, ik denk het. Daar blijven? Ja, ja. Het klimaat is te goed. Ja, inderdaad. Oh, kijk eens. Oh, ja. Dat is Parma, hè? Ja. Dat gaat dus warm naar beneden, hè? Straks moet je terug naar boven. Ja, ik denk niet, want ze komen aan de zee, hè? Ja, ja. Ja. We rijden straks zo Parma door en dan de berg in. Hoe zit ik op Reza? Springen, hè? Nu is weer bergop, hè? Ben je niet goed in, hè? Ik weeg te veel. Je weegt is alles, hè? Ja. Altijd beter zo weinig mogelijk. Gewicht? Ja. En hoe scherp sta jij nu? Sta je op gewicht of moet er nog een beetje af? Wow, ja, dat moet. Anders is het ook niet goed, hè? Nee. Te scherp, te vroeg. It's a crazy dream that I have. It's a crazy goal also, it's hard. But I need big challenge in life. And this is why I think I'm so motivated. Still at 36 years.
everything. I think I was so focused, I also didn't hear the papers. But on the covers. After 17 years pro, I'm still motivating like a young one, you know, so it says it all on my mentality. Ik was wel verrast. Man. Hij toch niet bij Quickstep bleef. Ja? Ja. Ik ben niet de enige die weg is. Nee, maar ik dacht in jouw geval. Ideale ploeg. Grote koersen winnen. Maar we gaan zo doen hier ook, hè? Nee? Ja, dat zal wel, hè? Ik weet het niet, dat is de bedoeling waarschijnlijk. Ah, ja. Maar jij vond het voor jou zelf logisch om te vertrekken, ja? Wauw, ik heb een mooie voorstel van deze ploeg en ik geloof echt in het project. En zeker nu, ook Degenkolb is bij. Ik denk dat we toch ook een sterke ploeg maat. Jij bent, ik ben die ploeg binnengehaald, ik heb er ook met John gepraat. Ja. Om heel die ploeg naar een hoger niveau te kunnen eigenlijk. Hè? Je voelt dat ook zo aan, ja. Ja. Pas op de ploeg. De ploeg is al goed, hè? Als je ziet de laatste Tour de France, dat was mooi. Ik hoor nu al binnen Lotto dat ze zeggen van ja, maar de mentaliteit binnen de ploeg is al door veel veranderd. Ja? Ja, ik hoor dat zeggen. Allee, mooi. Dat is een compliment natuurlijk, hè? Ja. Dat klopt misschien ook wel. Maar ik weet niet, ik doe altijd mijn best. Ja, ik doe het mee dat je best voor de... Ja, maar ja. Iemand die Parijs en België op zijn 36e, die doet meer dan zijn best, hè? Ja. Die is gepassioneerd door de koers. Ja, het is ook geen koers. Ik denk gemiddeld, een leeftijd is toch hoger in de Roubaix dan andere koersen. Dat klopt. Dus ik kan hem nog eens winnen. Ja, zeker. Als ik start, mag ik kansen, hè? Nee? Tuurlijk. Ja. Zeker als je reist zoals je vorig jaar gereden hebt. Ja. For the winners of this Milan Sanremo race, you can see on top all the big names who were lucky to win this race. So I hope to be one day hanging out there. It will be my dream. We gaan nu van Milan Sanremo. Ja, dat blijft in droom, maar moeilijk. Het is ook de moeilijkste koers om te winnen, denk ik. Hé, hey, jongen! Hoe ben je? Hoe ben je? Tegen deze, hè? Zo staat u nu. You go alone today? Ja. Yeah. Yeah? One? Schön! Ja. Good. Good. Behaved? Yeah, it's good. Yeah. Good form, I think. Yeah. Oh, no. Last day today, finally home. I also go home tomorrow. Everybody is happy to go home. Oh, yeah, sure. I have 8 days. 8, 15. When you go back, it's raining, it's cold. It's good. It's good, yeah? Yeah, it's good to be back. First Grand Tour done. Yeah, like this. I calculated, I had 34 hours on the bike last 7 days. Oh. That's a lot. Yeah, we are approved not by the Koenig. You go left here or? I don't know, is it the best way? I go left, I have to do it. Can you go on as well or? Yeah. You have to go left as well. Maar ben je niet vervelend dat je hier over Milan Sanremo je aanspreekt nu? Maar het is logisch, hè. Je hebt het zelf een beetje in gang gezet natuurlijk. Ja, met de Stipe of Five. Iedereen weet dat mijn ambitie is, hè, dus... Dat is ook wel leuk, dat je gewoon zegt van kijk, ik wil dat gewoon willen. Maar ja, dat was ook zo met Vlaanderen en met Roubaix. En dat is, je ziet dat is niet alleen spreken, hè. Ja, je doet het ook. Ja, maar er zijn veel mannen daar, ze spreken over. Maar als de dag komt, dan gebeurt niks. En dat is wel veel verschil, denk ik. Nee? Zeker, ja, dat is... Ja, ik kan alleen maar de grote weg gelegd, hè? Ja. Maar het is wel de moeilijkste ook om te winnen.
Als je ziet wie naar die andere kabine tegen je moet dat niet zeggen tegen die gasten. Die hebben een keer gewonnen. Of is, is Remco ook een beetje in die merk? Oh. Dat is ongelooflijk, hè? Dat is een zot, hè? Ja. Ja, ja, ja. Dat kan, hè, de nieuwe merk zijn. Want ja, jij was ook heel goed als pilot en als junior. Wow, maar niet zo, hè. Maar dit is nog anders, hè? Ja, 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 ja. Remco. Die heeft al dingen gedaan dat niemand had gedaan. EK winnen, gewonnen met 10 minuten voorsprong. Ja. Wereldkampioen met 2 minuten na een valpartij en pech en zo. San Sebastian? Ja, ja, ja. Nee, maar ik spreek wel bij de jeugd. Ja, bij de jeugd, ja. En nu bij de rabo. EK bij de junioren. Zeg, is dat dan nog anders dan, dan Mathieu en dan Wout, Remco? Ja. Ja? Volgens mij wel, ja. Dat is nog een andere categorie. Ja, ja, ja. En wie zie je nog in die categorie van Remco? Maar die Pogacar. Ja. Ook een fenomeen. 3 ritten gewonnen in de Vuelta. Ja. Natuurlijk, hij komt van Slovenië. De media is niet zo veel achter hem, zoals ze in België kunnen zijn met zijn eigen pers. Ja. Dus dat doet ook veel, hè. Maar hij is wel, het is ook ongelooflijk. Ook de manier om te koersen. Remco? Ja, nee, Pogacar. Ja. Hij is al heel tactisch. Hij blijft kalm in de finale. Belangrijke moment van de koers. Ja, dat kan Remco toch ook al redelijk goed. Want dat werd gezegd van Remco, ja, ja, ik kan nog geen koers lezen. Maar dat kan hij toch ook wel al. Nee, maar Pogacar is wel beter. Ja. Dit is ongelooflijk, ja. Maar Remco ook, hè. Ja, jullie hebben vorig jaar wel op korte tijd een sterke band gecreëerd, hè? Ja, ja, ja. Komt dat door het WK ook? Waar het al gewacht heeft? Ja, maar dat komt, ik weet niet van wat. Maar ook toen, voor mijn klassiek bij de junioren, ja. Hij had ons gebeld. En hij wou absoluut starten, maar zijn ploeg was niet ingeschreven. We hebben dat kunnen veranderen. Hij is toch mee geweest en de koers gewonnen ook. Dus dat was wel speciaal. Ga je zo blijven staan of? Nu is het groen, hè? Kan er nog iets van jou zijn, zo'n jonge talenten begeleiden? Oh, het is wel leuk. Waarom niet? Maar ja, we zien maar. Het is eerst 3 jaar focus. Op die koers? Ja. Alleen maar koers. En binnen 3 jaar. Er kan al zoveel gebeurd zijn en veranderd. Maar België binnen 3 jaar. Op strand, La Plage. Maar dat is niks voor mij. Nee. Niks doen. Niks doen, hè? Maar mijn leven is lang, hè? Nee. Ja, absoluut. Ja, absoluut. Ben je ook altijd actief gebleven? Ja, ja, kijk, ja. Ik ben meteen voor televisie beginnen werken. Ja, ja. En nu mag ik leuke dingen doen zoals dit. Ja, dat is het. Hé, dat is toch zo? En dan volg je ons ook de eerste deel van de training, of niet? Ja, ik ga meerijden straks, hè. Maar het gaat wel een stuk rapper zijn, hè. Ja, ja, ja. Het plat zal nog wel leuk, want het is ja, maar we vertrekken vlak, hè. Ja. De eerste 10. Welke groep? Ik dacht groep 6. Kijk voor u. Mais on n'est que 2 dans le groupage, j'ai l'impression. Manchester City, okay. And played in Holland before as well. I'm a big fan of Eintracht.
Frankfurt. They have quite a good team. Yeah, but they lost everything last year, so they don't have the money to keep there's a problem with teams like that, you know. They have a good team, some interesting players, and then they have to sell them. Kijk je naar de rest, wat de rest doet nu? Nee, ik weet wat ik moet doen met training. Voor jezelf? Ja. Maar ik heb gehoord, jij was vorig jaar de Alpha Wolf. Ja. De Wolfpack. Ja, iemand heeft dat gezegd. Holm heeft dat gezegd, ja. Hè? Is dat hier ook een rol die je gaat oppakken? Ik weet niet. Ja. Nee? Ik weet niet. Is toch een beetje de bedoeling, denk ik, dat verwachten ze wel van jou. Ja, maar ik moet mijn best doen. En dan we zien wel. En koersen winnen. Ja, dat is de bedoeling. Je hebt nog fotoshoots ook, hoor ik. Ja, maar ik ook skippen. Komt in een stuk, ja. Eerst douchen. Ja, eten. Goed. Smakelijk. Succes dit seizoen. Tot later, hè. Zo. Dag, hè. Dag.